Hallo kijkers, het is bijna kerst. Een heel mooi moment om samen met burgemeester Hogedoren het afgelopen jaar door te nemen. En dat gaan we doen in het wondermooie IJsselvliet, zoals u op de achtergrond ziet. Dus wij gaan gezellig wandelen. Gaat u mee? Burgemeester, wat heeft veel indruk op u gemaakt het laatste jaar? Nou, twee gebeurtenissen zijn daar toch wel bijzonder in. Dat is in eerste plaats ook wel de troonswisseling. Ja. De afstand van de troon van koning Beatrix. De opvolging door de koning Willem-Alexander. En ook het overlijden van Nelson Mandela. Dat is toch wel een heel markante persoon in de geschiedenis. Niet alleen van Zuid-Afrika, maar eigenlijk van heel de wereld. Het zijn twee heel uiteenlopende gebeurtenissen. Eigenlijk. Compleet verschillend. Compleet verschillend, ja. Maar allebei toch wel van wezenlijke betekenis. Het Koningshuis heeft enorme betekenis in ons land. En je ziet ook dat koningin Beatrix daar ook heel veel inhoud aan heeft gegeven. Ook in de verbondenheid van ons als natie, als Nederlanders. Daar heel veel in heeft betekend. Het is ook een symbool eigenlijk van onze eenheid. En het moment van de troonswisseling heeft daar ook heel veel uitdrukking aan gegeven. Het is zo'n mooie ceremonie geweest. Waar eigenlijk het hele Nederlandse volk ook van genoten heeft. En ook internationaal is dat zo positief naar buiten gekomen. Dus dat is het zijn echt wel symbolen van waarde. Ja. En in wezen is dat met Nelson Mandela heel anders uiteraard ook het geval. Ook een enorm symbool van waarde in Zuid-Afrika. Zoveel ellende als gevolg van de apartheid. Die hij ook persoonlijk heeft ondergaan. En als je dan daar dan zo uitkomt met zoveel vergevensgezindheid. En daar ook je volk in meeneemt. Dat heeft op iedereen enorm veel indruk gemaakt. Ja, dat is heel voorbeeld voor iedereen. Dat je zoveel aangedaan hebt dat je zo vergevingsgezind bent. Dat is bijna niet te bevatten. Nee, precies. Want het is heel, heel menselijk eigenlijk dat je dan rancuneus wordt. Dat je dan wraak wil nemen. En toen was men ook in die tijd echt wel bang voor. Hè, dat de blanken zouden worden verjaagd. En dat de zwarten zouden gaan moorden. Om het zomaar uit te drukken. Hij heeft natuurlijk jarenlang in de gevangenis gezeten. Dat aan de lijve ondervonden de gevolgen van de apartheid. En hij heeft gewoon daar enorm het voortouw in genomen om in vergevingsgezindheid met elkaar verder te gaan. Dus die verzoening, die hebben we als het ware zo nodig. En dat toont ook een beetje wat we natuurlijk al eeuwenlang met elkaar ervaren. Dat er heel veel gebrokenheid is in het leven. Ja, ja. Die bereidheid om daar dan overheen te stappen en als volk, blank en zwart, samen verder te gaan. Ja. Ja, dat is uniek hoe hij daar een rol in heeft gespeeld. Ja, ook dat u zelf steeds zei van ze zien als een soort messias, maar dat ben ik absoluut niet. Nee, dat klopt. Hij heeft ook wel eens bijvoorbeeld een mooie uitspraak van hem gezegd, je hoeft niet trots te zijn als je nooit valt. Je kunt beter trots zijn als je iedere keer weer kunt opstaan. Ja. Dus hij was zich ook bewust van het feit dat hij ook een mens met gebreken is. Als je ziet wat er over hem gezegd is, dan krijgt het vaak wel het karakter alsof het een messias zou zijn. Ja, ook dat nieuwe beeld wat van hem. Precies, ja. En dat toont wel dat we als mensheid wel behoefte hebben aan een verlosser. Of anders gezegd aan verlossing. Omdat we dagelijks aan de lijve ook konden vinden natuurlijk wat de gebrokenheid in de wereld laat zien. Of het nou in gezondheid is of in gebroken relaties. De gebrokenheid ervaren we allemaal elke dag. Ja. En we hebben allemaal behoefte aan een leven in harmonie, aan verlossing. En dat zie je terug in de uitspraken die over hem gedaan worden. En dat is ook het mooie van kerst. Hè. Kerst staat ook weer stil bij de geboorte van Jezus. Ja. En eigenlijk is dat de ultieme liefde van God voor de mensen. Daarin heeft hij naar de mensen willen omzien. En Jezus heeft ook de gebrokenheid van het leven op zich genomen. Om voor mensen te bereiken dat die weer in harmonie kunnen gaan leven. Ja. En dat is, toch wel heel wezenlijk ook met kerst om bij stil te staan. In het afgelopen jaar in onze gemeente zijn er daar nog dingen wat echt heel veel indruk op u heeft gemaakt? Nou ja, wat we natuurlijk wel ervaren is dat de economische crisis weliswaar tekenen van herstel toont. Maar nog lang niet voorbij is. Sterker nog, de gevolgen die nemen echt nog wel fors toe. Er zijn toch ook weer veel ontslagen wel weer gevallen, dus meer mensen werkloos. Ook in onze gemeente. Ook in onze gemeente. Ja. En je ziet dat het ook wel echt wel veel impact heeft.
Mensen komen ook wel meer in de problemen ook financieel. Wat ook wel op mijn indruk heeft gemaakt dat er toch echt wel veel ook persoonlijk leed waar te nemen valt hier en daar. Dat mensen het gewoon moeilijk hebben. Ja, wordt u daar als burgemeester echt bij betrokken? Dat mensen echt naar u toe komen of gaat u naar de mensen toe? Nou, dat komt wel voor dat mensen inderdaad ook zelf het initiatief nemen om bij te komen met een probleem. Dat komt voor, maar goed, ik word ook op andere wijze wel geconfronteerd met nood van mensen. Ja. En daar kom ik ook wel eens bij in beeld, ook wel eens bij op bezoek. Ja. Dus je ziet wel dat er in de samenleving best wel nood is. Ook, dat heeft ook regelmatig wat te maken met de schuldenproblematiek. Ja. En dat mensen het echt moeilijk hebben. En er is ook veel eenzaamheid in de samenleving. Dat valt mij ook altijd wel op. Ja. Zelfs hier in Onderbroek, waar we toch zoveel sociale gemeenschappen met elkaar weten vorm te geven. Ook door het verenigingsleven, door het kerkelijk leven. Dan toch is er ook in onze gemeente heel veel eenzaamheid. En dat vind ik ook wel iets. Kijk, daar staan we vaak met kerst bij stil. Hè? Ja. Dat is goed, maar we moeten eigenlijk het hele jaar door moeten daar bij stilstaan. Dat je omziet naar elkaar. Hebt u een idee wat er aan te doen is? Kan de gemeente daar wat aan doen? Nou, de gemeente, ik denk dat we als gemeenschap daar vooral veel aan moeten doen als mensen. En je ziet natuurlijk, dat is ook wel mooi om dat verband er even bij te leggen, dat we toch wel meer toe moeten naar de participatiesamenleving. We zijn toch wel een beetje doorgeslagen in de individualisering. Ja. Dat heeft ook zeker zijn waarde gehad, maar we zijn erin doorgeslagen. De overheid regelt alles maar. Nee, we moeten zelf samenleving zijn. We moeten zelf samenleven met elkaar. En veel meer naar elkaar omzien. Het omzien naar elkaar is echt wezenlijk van belang. En niet alleen naar degene die jou wel passen, waar je een goede klik mee hebt. Maar ook mensen die je misschien niet zo mag, maar je ondertussen wel hard nodig hebben. Ja, eigenlijk het voorbeeld van die mevrouw die 10 jaar dood in huis heeft. Ja, gelegen. Precies. Dat is verschrikkelijk. Dat is helemaal opstellen. Dat is niet voor te stellen. Nee. Precies. En ik noem het wel eens vitamine A. De A van aandacht. Ja. Maar vitamines hebben we zeker in de wintertijd altijd nodig. Maar ook vitamine A, en vind ik daar wel een mooie uitdrukking voor. De A van aandacht, geef elkaar aandacht. De anderen laten voelen dat die van waarde is. Dat is in wezen ook wat met kerst ook gevierd wordt. Ja. Dat, hoe God naar ons heeft omgezien. Hè. God zegt in de geboorte van Jezus tegen ons als mensen, jullie zijn van waarde. En dat moeten wij vervolgens ook onderling elkaar ook laten zien. En dat doen we toch vaak te weinig. En dat is niet alleen maar bewust, het is ook vaak natuurlijk onbewust dat we dat te weinig aandacht geven. Maar daar zouden we goed aan doen om daar wat meer bewust mee om te gaan. En wat mij ook wel opvalt is dat als we eenmaal een conflict hebben met elkaar, dan is het ook wel heel erg moeilijk om het weer goed te maken. Hier als buitenstaander in de gemeente Oldebroek, toen u was buitenstaander, die ben in de gemeente Oldebroek komen wonen. Hoe vindt u de samenleving, het contact tussen de mensen in de gemeente Oldebroek? Nou, ik vind het wel een hele boeiende en mooie samenleving. Wat vindt u er boeiend aan? Nou, wat me wel opvalt in onze gemeente is dat we met de 6 dorpen die we hebben, wel 6 verschillende gemeenschappen hebben. Elk dorp heeft toch zijn eigen karakter en dat vind ik ook wel heel erg mooi om te zien. Ieder dorp is ook trots op zichzelf. Zo trots dat er geen beter dorp is dan het eigen dorp, beter dan alle andere dorpen in de gemeente. Okay, dat vind ik toch wel mooi. De trots op de eigenwaarde van het eigen dorp is gewoon heel mooi. En dat kunnen we ook heel goed gebruiken op dit moment, als wij met elkaar wat meer van die samenleving willen maken. Ja. De vogels hierboven. Ja, dat komt net zo mooi voorbij. Nou, dat van die ganzen, zo in die V-vorm, dat is wel een aansprekend beeld inderdaad. In de eerste plaats spreekt het me aan dat het vaak betekent dat het gaat vriezen. Ja. En ik ben een schaarsliefhebber, dus wat mij betreft mag het snel gaan vriezen. Zeker in de kerstvakantie is dat mooi. Maar daarnaast is het ook een teken dat die vogels elkaar nodig hebben en dat ze samen optrekken. En dat is ook wel een mooi beeld, een mooie metafoor naar onszelf als samenleving. Want we hebben elkaar steeds meer nodig. Dat is aan alle kanten duidelijk. We hebben jarenlang gehad dat we te veel op de overheid hebben geleund. Te veel aan de overheid hebben overgedragen. De overheid moet maar voor ons zorgen. Dat lijkt wel makkelijk, maar het is niet gezond. En natuurlijk, het bezuinigen doet soms ook pijn. Dus het is niet alleen maar goed dat er bezuinigd wordt. Soms worden beslissingen genomen dat je denkt, nou ja, dit gaat wel erg ver. Maar toch is het goed dat we leren om weer meer te beginnen bij onszelf. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. We zijn ook verantwoordelijk voor onze omgeving.
voor onze naasten, voor onze familie, voor onze buren. En dat zou in onze gemeenschap heel goed tot stand kunnen komen. Dat zie ik ook, mensen pakken verantwoordelijkheid op. En dat vind ik het mooie van Oldebroek. De participatiesamenleving waar het kabinet Rutte nu over spreekt, dat noemen wij hier Oldebroek voor elkaar. En ik denk dat in steden heel erg moeilijk gaat worden om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik heb in de gemeenteraad wel eens gezegd, als het hier niet lukt, dan lukt het nergens. En waarom hier dan wel? Omdat we hier echt inderdaad op voorsprong staan, doordat we zoveel sociale infrastructuur hebben. We hebben het sterke verenigingsleven, we hebben het kerkelijk leven, betrokkenheid op elkaar, ook op dorpsniveau, heel veel betrokkenheid op elkaar. En daar moeten we gewoon ook voordeel van kunnen hebben. Als je leeft voor en met elkaar, en dus niet alleen maar voor jezelf leeft, maar voor en met elkaar, dan krijgen we het ook voor elkaar. Dan wordt het echt samenleven. En dat is wat we moeten bereiken. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. En daar zie ik ook mooie voorbeelden van. Ja. We hebben het over het geloof, over de kerst. Wat doet het geloof met u? Nou, het is wel de basis waarop je leven staat, als het ware. Kerst is in die zin ook wel een heel mooi feest. Eigenlijk is het letterlijk een feest, hè, want dat is het moment geweest waarop God zijn liefde maximaal heeft gemanifesteerd. Toen hij zijn zoon zeg maar, op aarde liet geboren worden in een kribbe. En daar eigenlijk kwam om voor ons zeg maar, de gebrokenheid en de zonde op zich te nemen. Zodat er voor ons weer leven is. Een perspectief op leven en perspectief op harmonie met God. En wanneer ben je gelukkig? Niet als je veel rijkdom hebt. Maar als je kunt leven in harmonie met jezelf, met je omgeving, met je familie en vooral ook met God. Ja. Dan ben je echt in harmonie. En dat is ook voor mijn werk eigenlijk wel heel erg belangrijk. Want je hebt allemaal een drijfveer. En voor mij is dit wel de drijfveer. Ze hebben in mijn ambt ook eraan meewerken. Dat we als samenleving in harmonie met elkaar kunnen leven. En naar elkaar omzien. En niet alleen maar winst en rijkdom najagen. Maar vooral de echte waarde van het leven te pakken zien te krijgen. Dat wil je echt uitdragen naar de gemeente toe. Ja. Het is bijna kerstvakantie. Hebt u nog leuke plannen voor de kerstvakantie? Altijd een gezellige tijd? Ja, zeker. Plannen is vooral eigenlijk een kwestie van genieten. Ook met het gezin, met de kinderen. Die eerste kerstdag ook komen. Ja. Maar, en ik heb me voorgenomen om lekker veel te lezen. Te lezen. Boeken lezen, dat doe ik heel graag. Mountainbike, daar ga ik ook even stevig mee aan de slag. Ja. Ik ga 30 december nog bij de ATW-vereniging fietsen. Ja, leuk. En daar moet ik nog wel een beetje voor een training, dus met ingang van volgende week maandag ga ik er echt tegenaan. Heel mooi. Maar ook veel naar kerstconcerten. Zelf ben ik wel erg klassiek opgevoed in de muziek. Ja. Maar bijvoorbeeld de Lessons and Carols, de Engelse kerstmuziek, die vind ik ook wel heel erg mooi. Maar ook zeg maar Koper met kerstmuziek vind ik ook prachtig. En zelf ben ik een liefhebber van orgelmuziek. Ik ben mezelf ook organist. Oh. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Dus kunnen we nog eens horen spelen ergens in de kerk? Of? Ik heb afgelopen jaar tijdens de Schapenmarkt in de Dorpskerk in Oldebroek gespeeld. En ik denk dat ik nog wel eens vaker ergens zal spelen. Ja, hoe vond u dat? Nou, vind ik heerlijk. Ik ben bijna 40 jaar organist geweest in allerlei kerken. En vooral samen zo'n begeleiden is ook wel een heel feest apart. Daar krijg je zelf ook een kick van. Ja. En muziek doet ook veel, overigens ook veel met je geloof. Dat is een enorme steun ook voor je geloof. Daar krijgt het gewoon ook, daar krijgt het passie van, zeg maar. Dat is het mooie van muziek, dat het je gevoel als het ware tot leven brengt. Ja, het brengt het wel heel mooi. Als je een beetje in een dipje zit en je zet soms een mooi nummer op, dat je dan toch voelt. Ja, dat heb ik zelf als ik zelf achter het orgel ga zitten. En dat beïnvloedt je stemming altijd. Ja, heerlijk is dat, inderdaad. Ja. Ja. Nou, we hebben alle mooie plekjes, heel veel mooie plekjes van IJsselvliet gezien. Het gesprek zit erop. Wilt u nog wat kwijt aan de mensen thuis? Nou ja, ik hoop dat iedereen ontzettende fijne dagen zal hebben. Kerst is toch echt wel een tijd van gezelligheid. En dat we met elkaar gewoon echt fijne, gezellige dagen hebben. Dat mensen het goed hebben in de familie. Goed hebben met elkaar. En kunnen genieten van de vrije dagen. Dat we energie ook doen voor het volgende jaar. Want er wacht ons weer een jaar. We kunnen er lekker tegenaan met elkaar. Maar eerst maar eens vooral genieten en het gezellig hebben en het goed hebben met elkaar.
gaan we ons aan houden. Mooi. Bedankt u voor het gesprek. En wie weet tot de volgende keer. Ik vond het heel fijn om het te doen. Het was een mooi gesprek, een mooie wandeling over een mooi landgoed. Dank u wel. Graag gedaan.